knettergek. Moet dat nou wel of niet kunnen? Kijk, ik heb vrijdag een notitie gestuurd aan de Kamer dat er vaak op de persoon wordt gespeeld. In plaats op de inhoud, en dat heb ik benoemd. Ik zag inderdaad in de notitie de woorden knettergek en idioot staan. Ja, die heb ik... Van u, toch? Nou, idioot weet ik niet, ongetwijfeld. Ongetwijfeld, maar ja. Knettergek, zeker. Knettergek, ja, wat je er ook van vindt. Het is een normaal Nederlands woord. Hier in Den Haag gaat het de laatste tijd heel erg veel over de omgangsvormen. Wat kun je nou wel of niet zeggen als Kamerlid tegen een minister bijvoorbeeld? Het is logisch dat dit thema speelt, want de afgelopen tijd ging het er nogal eens stevig aan toe. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. En dan vraagt u mij excuses voor een telefoontje, u bent niet goed snack. Het gebeurt even altijd. U bent zo aan de beurt. Oh, zeker wel. We spreken hier één voor één, mevrouw Siemens. Ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Dan ga ik u echt onderbreken. Donderdag dan gaat Kamervoorzitter Vera Bergkamp het gesprek aan met de Tweede Kamerleden. En wij vroegen alvast waar de grens ligt en hoe het hier beter zou kunnen. Ik denk dus heel vaak in de Kamer, doe eens rustig jongens. En dat geschreeuw, ja, met de vinger wijzen. Maar andersom ook hoor, van ja, jullie komen voor een tribunaal en zo. En dan denk ik van, weet je, doe eens rustig. Het is toch een kleuterklas hier? Zegt u dat tegen mij? Dat zeg ik tegen iedereen inmiddels. Je hoeft niet lief te zijn steeds. Je hoeft niet alles met een mantel der liefde te bedekken. Maar, maar ook het geschreeuw buiten de microfoon. Hè. Dat horen heel veel mensen niet, maar ik hoor dat heel vaak. En wat hoort u dan zo? Ja, weet je, van zij mag dat wel zeggen en ik dus niet. En lopen ze stampvoetend de zaal uit en zo. Dat is in strijd met ons reglement voor orde. Bij dat debat dat werd geïnterrumpeerd laatst, hè, waarbij de microfoon uitging. Toen zagen we u naast de Kamervoorzitter staan. Toen zagen we allerlei Kamerleden door de zaal heen op u afkomen. Wat werd daar toen allemaal gezegd? Nou, mevrouw Gundogan die was aan het schelden. Zij noemde mij een complotmarmot, wat betrekking heeft op een aanduiding die wel eens op social media gebruikt wordt. Ik kan er wel om lachen. Ik wil, nee. Het is onduidelijk wat burgerlijke ongehoorzaamheid is. Het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid bijvoorbeeld, hè, wat u heeft gedaan, of Pepijn van Houwelingen, er komen tribunalen. Vinden jullie dat dat moet blijven kunnen? Wij zijn van mening dat alle politieke opvattingen en meningen en oordelen en argumenten hier vrijelijk met elkaar besproken moeten kunnen worden. Dus u zegt dat moet wel kunnen blijven gezegd worden? Absoluut. Hier in de Tweede Kamer wordt gewoon gezegd, we vertrouwen de politie niet, we vertrouwen rechters niet. Ja, dan is er nog maar één weg over en dat is dat je geweld gaat gebruiken. En dat vind ik heel, heel zorgelijk. Ja. Denkt u echt dat dichtbij is, dat het die kant op zou kunnen gaan? Ja, daar ben ik echt bang voor. Ik spreek je aan als voorzitter. U bent scheidsrechter en u bent geen procesbegeleider in deze Kamer. De heer Omtzigt had het ook over die scheidsrechter, hè? Dat u wat strenger moet zijn. Als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt, foei foei, u mag niet op de enkel strappen, maar niet ingrijpt met gele en rode kaarten, gebeurt er niets. Dat is wat u aan het doen bent. Heeft u zich dat wel voorgenomen van ik ga wat eerder de rode kaart uitdelen of wat strenger daarin zijn? Nou, wat ik merkte ook in de gesprekken is dat er behoefte is aan toch wel wat meer duidelijkheid. Er staat in ons reglement voor orde geen beledigende uitdrukkingen. Maar ik merk dat die grens de afgelopen jaren behoorlijk is opgeschoven. Nou, dat is de reden van de gesprekken, dat is de reden van de notitie. En we gaan donderdag het debat er met elkaar over hebben. Ja, nou bent u er donderdag niet bij. Ik ga niet onderhandelen over vrijheden die de grondwet ons als Kamerleden geeft. U weet, we zijn als Kamerleden vrij om te spreken. We hebben zelfs strafrechtelijke immuniteit. En dan iets wat veel lager is dan de grondwet, namelijk het reglement van orde, of nog veel lager, de voorzitter van de Tweede Kamer, die dan gaat voorstellen dat wij bepaalde woorden niet mogen uitspreken. Ja, dan moet je gewoon uit principe niet naar meedoen, want dan ga je onderhandelen over je vrijheid. En die is ononderhandelbaar. En ik zal mij, wat ze ook besluiten, daar ook niet bij neerleggen. Hoeveel meer woorden en energie we kwijt zijn aan het gekissenbis onderling, maar ook zelfs hele debatten daarover, maakt dat we geen problemen oplossen die in het land spelen. En dat vind ik echt zonde van ons tijd. Ik schors de vergadering voor een kort moment.